Zet ik wel een schaar in deze voorplukjes. Gewoon even iets korter, gewoon zoiets. Of zo. Dit is geen mannekepis hoor, dat kan ik je wel vertellen. Ja, ja, ik zit op. Ja? Oeh! Oh, oh! Opa! Oh nee, gaat het goed? Nou. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n droog koekje in mijn mond gehad. Lijkt wel een beschuit. Anyway, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik moet even wat water drinken voordat ik dit... Moment. Ook weer goed. Anyway, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Goedemorgen. Trouwens, nee, het is 3 uur. Het is 3 uur. Het is helemaal geen ochtend. Mijn haar is echt erg bijzonder. Ik moet het eventjes gaan doen. Even stylen, want ik heb het gewoon laten opdrogen. Ik heb vanochtend lekker gekickboxd. Dat was echt zo leuk. Ik heb nu veel vaker dat ik ga kickboxen. Heb jullie niet meegenomen, maar ja. De recaps kan je zien op Instagram. Hier ook. Nou ja, Evan. Doe dan een klein stukje van het filmpje. Hè? Gaaf, hè? Honky planky! Shine, shine! It's time! Moeke gaat een keer uit huis. Ik ben spontaan. Een avondje weg straks. Nou, ik vind dat echt zo enig. Ik kan niet geloven dat ik soms met Amsterdamse vriendinnen iets leuks ga doen. Dat ik echt denk, holy shit, heb ik gewoon vriendinnen hier dat ik gewoon knusse meidenavondjes heb in Amsterdam? Ja, ik vind dat echt zo leuk. Altijd als ik met die groep meiden ben, dan denk ik echt, oh, dit is cute. Vanavond had ik gewoon zin om iets te gaan doen. Ik ben de hele tijd housewifing aan het spelen. Ik heb het hele huis opgeruimd en het is nog steeds niet netjes. Maar ik wil even de deur uit. Dat snap je toch wel? Dus ik moet mijn haar nog eventjes verder doen. Ik heb de onderkant al een beetje gedaan. Ik ben echt excited over die shampoo trouwens. Maar hij is lekker bouncy en lekker zacht. Geweldig! Ik moet alleen die voorpluk. Misschien zet ik wel een schaar in deze voorplukjes. Ja, dat vroeger dus heel vaak knipte ik gewoon zelf wat. Maar mijn haar is dus best wel gegroeid. En ik heb normaal van die bangs. Maar nu zijn het meer van die hele lange gordijnen geworden. Nou, wacht. We pakken even een schaar erbij. No, God! Mijn kapper gaat me echt haten voor als ze dit gaat zien. Ik kon ook alleen maar dit... Ik kon alleen maar dit kleine schaartje vinden. Ik weet nou niet of dit een heel goed plan is. Gewoon even iets korter. Gewoon zoiets of zo. Oh. Oh, nee. Oh, shit. Nou, jeetje. Oké, dit is heel... Oh, no. Ik dacht, dit valt wel mee. Nee. Oh, nee. Normaal heb ik altijd dat ik dit wel achter mijn oor kan doen. Oh, jee. Hoe dom ben je ook? Nou, nu baal ik weer enorm van mezelf. Oké, nou, we zijn nog niet klaar. Er is nog niks ergens aan de hand. Behalve dat de helft van de pony weg is. We knippen gewoon... Weet je, als ik dit iets langer hou... Misschien had ik dit gewoon niet moeten doen. Als ik dit iets langer hou, dan maakt het niet uit. Ja, dit gaat goed. Dit is zo erg. Wat erg. Gedaan. Zo. Zo, 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 zo. En dan doen we dit heel klein beetje zo. Scheef. Ja. Geweldig. Ik ben ook echt zo fucking randig. Nou. Ik weet nou niet hoeveel ik hier ook vanaf moet halen. En dan zie ik de kappers ook altijd dit doen. Weet je, het is wel goed zo. Ik ga de rest van mezelf fixen. En dan heeft niemand door dat ik hier een soort... Er kan niemand zien dat ik zeg maar zo dit een soort van unicorn ding heb geknipt. Dit was de enige onderbroek die lekker zat, die nog in mijn kast schoon was. ja, deze string heb ik gewonnen tijdens Sinterklaas spel. Die we altijd met de familie doen. Goed verhaal. En we zijn in de pijp hoor. Ja, ik denk een van de eerste vlogs dat ik in Amsterdam woon. Misschien wel de eerste. Gingen we ook eten bij de Duvel. En nu ga ik daar ook naar binnen. Ik denk dat het geluid daar heel erg kut is. Maar misschien kan ik wat sfeerbeelden maken. Ik heb geen vent meegenomen. Nee, ik heb Shay. Nou, als ik een beetje zo ga staan. Van dat haar. Een beetje lang haar. Is prima. Ik hou wel van een beetje langer haar. Ik zei, ik heb echt een foutste onderbroek ever aan. Ik zei, ik kan helemaal niemand meenemen. Because Christmas came early this year. La la. Oh.
foto. Hier even, tak. Wil je de achterkant zien? Tak. Nee, even een hele snelle tak, alsjeblieft. Goedemorgen! Ga met die banaan. Deze vrouwen gaan sporten. Kijk eens, alsjeblieft. Oh, special for you. Ja, je bent helemaal stilo. Meid. Tijd om de gym te hitten. En ik ga even een TikTokje filmen van onze workout. Dus bam, op mijn TikTok. En dit is die van Shay. Bam. Meid, wat hebben wij gesport. Dat op de zaterdag. En dat op de zaterdag, wat goed hè. En nu worden er toch even een juice voor ons gemaakt. Wat juicy. Lekker juicy. Appel en spinazie, want ze hadden geen gember meer. En bleek selderij, spinazie en appel. Lekker hoor. Nou, ik weet niet, die van jou was goor. Ik hou gewoon niet van bleekselderij, maar het is goed voor je. Dus daarom had ik hem genomen. Such a fit girl. Ik hou ook niet van sporten, but here we are. Dus. Here we are. And you did good, baby. Thank you. Oh, deze is best lekker. We komen weer eens niet zonder lege handen thuis. Kijk eens, dit stond bij zo'n prullenbak ding. Echt, mensen hier in Amsterdam zetten bankstellen, krukken, stoelen, banken, tafels. Alles bij het vuil. En dit had ik nog nodig, een schoenenrekje. Dus even kijken of het past en anders zet ik het weer bij het vuil neer. Prima toch? Het was echt leuk om Shay even te zien. Vooral dat het zo spontaan was. Zij is zo leuk. Ah, I love her. Jongens, I bought myself flowers. Ik heb deze vaas of pot even bij Anna op de kamer gejat. Maar kijk hoe cute. Ik heb eigenlijk hier nog de helft van de tulpen. Oh mijn god, hoe cute is dat? Alleen ze paste niet allemaal in deze vaas. Ik heb hier nog niet zoveel vaas. Ik moet eigenlijk zo. Ik had echt dit beeld. Dit beeld. Mooi zo in beeld. Maar het gaat om de bloemen, jongens. Niet afgeleid raken. En ik wou jullie even laten zien wat mijn idee was met dat rekje. Want kijk, dit is de status. Oh my god, dit is de status van mijn schoenen. Dit kan echt niet. Want het is zo zonde, want er liggen zulke mooie schoenen tussen. Dus dat dingetje ga ik hierin doen. En dan kan ik hier zo onder dingen zetten, erop en er midden. Nou, perfect toch? En voilà. Oh, kijk eens jongens. Nou, dit is toch helemaal top. Kijk nou hoe cute die hakjes daar dan allemaal staan. Ik moet niet meer schoenen hebben dan dit. Die schoenen gaan weg of naar... Ik zei tegen Gina, de lege knip. Ik heb dus heel veel kleding wat ik wegdoe. En ik zei gisteren tegen Gina van, ja, dat doe ik naar de lege knip. En toen zei ze, lege knip? Maar volgens mij heet de kringloop bij mij om de hoek in Friesland lege knip. Vandaar dat ik het lege knip noem. Maar natuurlijk gewoon naar een kringloop of doneren of zo. Blij dat dit netjes is. En dat van een dingetje wat ik op straat heb gevonden. Nou, hoe top is dat? Oh my god, jongens. Nee, ik heb mijn scrunchie opgezogen. Shit. Oh, kut. Oh, nu moet hij hier nog in zitten, denk ik. Ah, fuck. Ja hoor, daar is hij. Ah. Oké, deze gaat meteen in de was. Dit is goor. Marijn probeert ook een keertje dat ze tof zijn, hoor. Anyway. We hebben hem weer. Gisteren naar Action geweest en ik heb altijd zo'n boekje zeg maar in mijn tas zitten. Zodat ik kleine briefjes kan schrijven. Ik hou van briefjes schrijven. En dit boekje voor meer to-do-listjes. Maar zag ik ook dit. En deze brief of deze potjes doe ik heel vaak als flessenpost. Dan doe ik daar heel schattig een briefje in. En dat geef ik dan aan iemand of die laat ik achter bij iemand. Maar nu zitten er allemaal cute glitters in. En hier zitten dus hartjes. Nou, je ziet hem heel goed in. Maar het is bijna Valentijn. En naar mijn beste vriendinnetje stuur ik altijd een Valentijnskaartje. Dus ik had dit nog ooit een keertje gekocht. Gewoon envelopjes. Dus ik ga even briefjes schrijven met die liefst erop. Dan ga ik er glitters in stoppen voor het leven. En ik had dit nog. Want ik heb natuurlijk al die foto's, die losse foto's. En ik had al een fotoboekje gekocht bij de Hema. Maar ik was het helemaal vergeten. Dus die wil ik ook eventjes gaan vullen. Met alle foto's van die... wegwerpcamera's. Het is een beetje een knutselavondje. I love it. Hier word ik zo gelukkig van en rustig in mijn hoofd. Dus we gaan even knutselen. Hier heb ik dus een briefje in gestopt. Maar ik ga al die glitters er dus in gooien. Dus ik hoop als ze het uitpakken dat hun hele tafel onder de glitters zitten. Oh my god. Kijk dit. Kijk één keer hoeveel glitterbende erin zit. I love it. Want het vliegt nu al overal heen. Als we het dan uitpakken, dan vliegt het overal heen. Oh, hoe gezellig. Hij is overal zooi. Maar ik heb zo last van mijn vinger, zeg maar. Omdat ik zo hard druk zo met mijn pen. Dat ik deze briefjes later af ga maken. Dus ik heb er nog een paar voor Anna natuurlijk.
En voor Mamoussi, voor Brit, voor Danique. Ik heb een paar vriendinnen gedaan die ik vaak elk jaar eentje stuur. Hoe leuk. Kan ik ze weer versturen? Hier word ik echt gelukkig van. Good morning. Tijd voor een heerlijk ontbijtje, jongens. Lekker spinazie. Met, nou, wat is het? Wat zijn die rode dingen? Dat zijn tomaatjes en eitjes. Lekker zeg. De laatste tijd eet ik niet meer zo vaak kwark in de ochtend. Dus this it is. En natuurlijk even een kopje koffie maken. Ik wist dit dus niet, maar je moet dus blijkbaar je melk gewoon koud opkloppen en dan even in de magnetron doen. Nu is het een beetje opgeschuimd en nu ga je het nog een beetje extra opschuimen door het in de magnetron te doen. En ja, ik heb geen broek aan. Oh, fuck. Nou, kut, sorry. Tijd voor een kopje koffie. Hij heeft het nog deels overleefd. Ja, ik denk dat mensen echt dit als een verschrikkelijk ontbijt zouden zien. Ik weet het ook niet. Jullie weten, ik ben geen keukenprinses. Maar ik had hier zin in. Nou jongens, ik weet wel dat ik de slechtste keuze ooit heb gemaakt om zelf mijn haar te gaan knippen. Ik heb nog nooit spijt gehad van dat ik mijn haar zelf heb geknipt. Omdat, ja, het zat nooit perfect of zo, maar het werd er wel iets beter op. Maar nu heb ik hier echt, nou, dit plukje is echt verschrikkelijk. Wat erg, ik heb zo'n groot stuk eraf gehaald. Hoe kan je nou zo dom zijn? We gaan onderweg naar een opa-dagje. Heel leuk, samen met mijn nichtje. We doen 2 keer in het jaar, zeg maar, dat wij mijn opa even meenemen op pad. En ik heb er heel veel zin in. Ah, die oude vent even op sleeptouw nemen. Moet je af en toe doen. Deze stress, ik heb helemaal rennen naar dat ding om een kaartje uit te printen. Want ik ben mijn OV kwijtgeraakt. En ik heb, zeg maar, automatisch opladen. Vanaf 20, of als het te weinig is, dan komt er 20 euro bij. Allemaal gezeik om dat stil te zetten. Belde ik met die mensen van NS om mijn kaart stop te zetten. Zag ik dus op mijn rekening dat iemand gewoon is gaan reizen op mijn ding. En gewoon 60 euro is afgeschreven voor mijn kaart. Deze man is heel Nederland rondgegaan op mijn OV. Dat ik denk, shit, dat was best duur. En nu ben ik ook 43, hoe kom ik bij 36? 43 euro kwijt aan een dagretour Zwolle Amsterdam. Ongekend. Ik vind het zo bizar hoe duur openbaar vervoer is. Dat zouden ze echt zoveel goedkoper moeten maken. Glamuurlaagje zit erop. Ik heb er echt zo lang over gedaan. Ik vind het altijd zo chill als je in de trein zit dat je lekker kan smeren. Maar we zijn in Zwolle. Mijn opaatje zien. Ah, zo schattig. Ik wou eigenlijk een fotootje uitprinten, maar helaas is dat niet gelukt, want het ding was kapot. Dus die ga ik nog wel een keertje opsturen. Zo schattig. Ik had hem vorig jaar of 2 jaar terug hadden we hem ook een foto gegeven van de keer dat we daarvoor iets gingen doen. Toen moest hij helemaal huilen. Zo cute. Hier een filmpje. Oh, dat vind ik mooi. Oh. Zijn we IJsselhallen. We gaan kijken naar ijssculpturen. Mijn opa heeft dus altijd hier petjes liggen, maar daar zit een wc-rol onder. Waarom heeft opa ook weer die wc-rollen daar? Mooi verstopt, maar hij wordt wel hier onthuld. Ja, ja. Dat er gewoon een wc-rol onder zit. Ik heb hem gisteren uitgehaald, dan ben je te tanken. Oh, bij tanken, dan zijn je handen vies. Ja, nou, er kwam het. Het was wat nat, ik denk. Oh ja, zo handig dat opa dan wc-rollen erin heeft. Hier heb ik een deurtje onder. Oh, hier een mooi sticker geplakt. Ja. Maar mijn opa en ik hebben beide een passie voor camera's. Of camera's, hij weet er veel van. Mijn eerste camera's had ik ook van hem gekregen. En daar kon ik dan altijd hele leuke foto's mee maken. Maar hij was de camera vergeten, dus ik haal hem even snel op. Maar ik kan hier overal even foto's van maken. Want eigenlijk bestaan onze tripjes uit gewoon knusse dingen doen. En heel veel foto's maken en filmpjes. Dus daarom vlog ik nu ook, wat ik heel leuk vind. En vooral is het zo leuk als je met je opa of je oma, zeg maar, een soort passie kan delen. En ja, ik moet altijd zo lachen om mijn opa. Ik vind dat echt leuk. Dus er gaan veel foto's gemaakt worden. Oh. Dat is knap hoor. Niet aanraken, Imke. Ik vind het fris hier. Kijk eens. Opa in actie. Oh, ja. Opa in actie. Nou, je kan veel zeggen, maar het is echt mooi met die lampjes. Ja. Prachtig. Ik deed dat vroeger ook in mijn haar. Als we dan bij de Chinees hadden gegeten, deed mama een knotje in en lezen dat in haar. Ja, het is echt heel goor. Heel goor, maar dat vond ik leuk. Dan hadden we knotjes met dat, mijn zus en ik. Ik vind dat leuk. Dat is toch leuk? Zo, hey, we zijn in Suriname.
Ja. Meer Brazil. Brazil, oh tuurlijk. Imke, waar zijn we nu beland? Op dit moment bevinden wij ons in een beetje het zuidoosten. Zuidoosten. Oh, dat is opnieuw. Nee. Prachtig. Deze was jij niet een mannekevis? Nee. Niet helemaal mee eens? Waarom? Erg basic. Basic? Je hebt wel een groot hoofd, hè? Voor verhoudingen ook. Ja. Maar misschien is dat in het echt ook wel zo. Jawel, ik zie hem wel hoor. Ik zie hem wel. Zie je hem wel? Ja, ik zie hem. Ja, je goed kijken. Oh, maar dan komt hij uit zijn buik. That you had. Zie die wel, hè? Nou, stop deze, haar, zo, stop deze haar. Zien we wel, ja. Opa. Dit is geen mannekepis hoor, dat kan ik je wel vertellen. Oh, nee joh, we zijn in de film van Madagaskarland. Dit is een cijfer 10 hoor. Deze is prachtig. Wat hebben we hier? Klimaat. Zo. Wat een bek, hè? Heeft opa dorst? Nee. Nee? Opa? Ja. Wie heeft het? Heeft iemand er tegenaan geplast? Imke, kon je het weer niet laten? Is niet gezond de kleur toch? Nee, nee, die moet even naar de dokter. Dus de dokter, het zijn er ook wel. Ja. Iets geconcentreerd. Ja. Iets te geconcentreerd? Het is ochtendurine, denk ik. Ja. 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 Te lang opgehouden. Dat kan. Ja. Oh. Nou, dit is een slag. Nou, dit is toch leuk. Ondertussen worden we even door de paparazzi nog op de foto gezet. Maar dit is toch leuk? Even van de glijbaan. Ja. Yes, de gebroken heup. Oh ja. Yay. Dat hebben we even gedaan. Zo schattig, Imke en opa gaan nu ook nog even. Ah, niet normaal. Echt zo leuk. Ook dat hij een beetje... Hij doet eigenlijk altijd alles met ons mee. Dan zegt hij, nee, ik hoef niet nog een keer. Maar als jij wil, Imke, dan wel. Ja, ik zit. Ja? Oeh! Oh. Opa. Oh nee, gaat het goed? Opa, kan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Yay! Wat vonden we ervan? Koud. Heel erg koud. Maar heel mooi. Heel mooi. Laatste foto's, bedankt. Voor uw bezoek. Tijd voor warme choco. En een worstie, appelstrudel. Yes, yes. Heerlijk. Oh, dat is lekker, hè? Cool. Ik moet je iets laten zien. Wat? En dat jij het nog niet hebt gezien na het afblazen op familieweekend over mijn haar. Ja. Yeah. Laat ik je het nu even zien. Wat laat je ook zien dan? Maar jij opbeeld, wat is dit? Ja, ik heb er misschien een kleine schaar in gezet. Oh, wat lelijk. Ja, wat erg, hè? En hier dan? Ja, dus niet. Maar rij. Ja, erg. Wat was je doel? Nou, om die bangs een beetje mooi te krijgen. Maar kijk, het is dus zeg maar niet helemaal gelukt. Nee, dat is heel erg. Ja, maar jij hebt dat nog niet gezien, dus dat scheelt. Nee, het was me niet opgevallen. Nee, zo valt het. Je kan het goed wegwerken. Ja, hè? Maar de laatste momenten zit het dan ineens wel zo. Maar je wou een pony? Nee. Oh. Dat was geen bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Maar ik knipte hem en nou, ik knip gewoon de helft van mijn hele bangs weg. Ik weet ook niet wat me bezielde. Ik ging een avondje cocktails drinken met vriendinnen. Toen dacht ik, nou, even een beetje die pony bijwerken. Nou, dat is een beetje mislukt. Nu sta ik op elke foto met een halve pony. Nou, dat ziet een leek, zie dat niet. Nee? Nee. Ik had het niet gezien. Nou, ik zie het wel. Kijk, opa ziet het al nu wel. Ja, nu wel. Ja. Oké, okay, we gaan midget golfen, glow golfen. Time to glow golf. Ik ben niet zo goed met stokken en zo en ballen, maar ik ben benieuwd. Hier mag je goed maken, hoor. Oh, dit is de verkeerde kant op, opa. Dit is de verkeerde kant. Hierheen. Ja. Hier. Dat viel tegen. Nee. Deze vrouw slaat zo hard. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, paparazzi. Opa, de paparazzi is er ook bij. Oh, nou in. 1, 2. Yay. 4? 4? 5. Opa was in 4. Let's see. Oh, scheisse. Close call. Ik zit nu op 5. Daar, in de afgrond van het putje. Nou, 6. Met links. 7. Ja, nu moet lukken. 1, 2. Yes, 8. Ik weet.
smink ik nog. Maar opa is eens, wat geen licht. Wat zien wij eruit? Nee. Maar mijn haar geeft ook... Nou, ik ben met die groene trui en dan helemaal oranje. Ja. Maar... Ja, ik was even buitenspel, maar we gaan gewoon door. Tot zover hoe goed dit gaat. Oké, de score. De score is bekend. Op de laatste plek is Schijnen. Mijzelf! Woehoe! Nou, ik had mezelf verwacht. Nee. Maar jij 68 punten voor mij. 68 punten, oké, netjes. Dan gaan we door met nummer 2. En daarmee is automatisch de winnaar bekend. Oké, maar hoeveel punten is nummer 2? Nummer 2 is 61 punten. Oké. Okay. 3 of... Oké. De winnaar is... Opa! Oh. Ja hoor! Yes! Ja. Nou... Telt! Maar eerlijk, opa was ook wel een beetje... Ah, opa doet dit in zijn vrije tijd, geloof ik. Here we are, in een tentje. Altijd even lekker eten. Het bestaat altijd uit leuke dingen doen en vooral veel eten. Zo'n dag. Een leuke glutenvrije tent. Maar ze kan niet garanderen dat het glutenvrij is. Ja, dan moet je niet zeggen dat het glutenvrij is. Mut, straks hebben we opa helemaal zitten te krimperen van de pijn. Die heeft glutenallergie. Daar moet je altijd even op letten. Oh, hier hadden we zin in. Eet smakelijk. Smakelijk. Nou, daar gaan ze. Doei. En ik ga weer richting huis. Mijn godje. Wat was dit een leuke dag zeg. En ik heb zo gelachen met opa. Naast dat het mijn opa ook enorm gelukkig maakt zulke dagen. Word ik en mijn nichtje worden hier ook zo blij van. We houden die man nog een beetje jong. Hij gaat gewoon mee van de glijbaan. Even serieus. Echt geweldig. Vorige keer ging hij ook helemaal mee in bomen klimmen. Echt zo lief. Hij gaat toch een beetje uit zijn comfortzone. En ik vind dat zo schattig. Echt heel erg leuk. Ga vaker met je opa wat dingen doen. Of je oma. Jongens, dit geloof je toch niet? Ik werd herkend in de Albert Heijn. En hij zegt, wil je een chocolademelk van het huis? Zo cute. Dan ben je echt een cutie pie. Als je zo lief mensen gaat helpen en mij zo goed behandelt. I like. Ik hou van lieve werknemers. Wat logisch is, maar toch... Zijn niet altijd iedereen zo attent, weet je wel? Anyway, ik denk dat ik hier gewoon afscheid ga van nemen van jullie. Nee, ik heb een special guest die de vlog hopelijk wil afsluiten voor mij. Maar voordat de vlog afgesloten wordt, ga ik de special guest laten schrikken. Wow! Honkie plankie! Waarom schrik jij niet? Ik weet dat jij bent. En jij als special guest, als je dat wil, dan heb je de eer om af te sluiten. Oh, dit was de vlog ook gewoon. Nou, leuk. Wel een hoogtepunt geëindigd in ieder geval. Dank voor het kijken. Hè? Ja? Vergeet niet te abonneren natuurlijk ook. Nee, ook niet. En tot de volgende keer. Denk het uit. Als iemand mij ooit nog een fashionista gaat noemen, dan sla ik je gewoon tegen je kaak aan.